Hoe staat u nu in de plannen zoals die er nu voor liggen? Nou ja, wij hebben als de ontwikkelingscombinatie al hele tijd geleden al gezegd dat wij in ieder geval voor sloop zijn van het oude stadhuis. Dat heeft te maken met het feit dat wij de onderzoeken hebben gedaan. Dat hebben we in het verleden al gedaan met TMZ, gezamenlijk zelfs met TMZ. En TMZ heeft dat in het verleden zelf ook al gedaan. Waar het blijkt zeg maar, dat het eigenlijk onhaalbaar, financieel onhaalbaar is. En ook technisch onhaalbaar is zeg maar, om de gewenste producten te realiseren in het bestaan of in het oude stadhuis. En daarvoor hebben wij destijds al besloten dat wij hebben gezegd van nou, wij gaan verslopen. We gaan voor een stukje herontwikkeling van Almelo op die locatie. Hans Buitenweg, hoe denk je over het oude stadhuis? Wat moet er mee gebeuren? Ja, daar ben ik altijd duidelijk in geweest. Van, ik wil heel graag dat het hergebruikt wordt. Dat het een nieuwe functie krijgt in dit voorstel van de heer Zeilenmaker, bijvoorbeeld appartementen, woningen en wat horeca erin. Maar ik denk dat aan dat segment in de stad ook wel behoefte is. Ik zie bijvoorbeeld in zo'n wijk als Paradijs, bekend van toch grote kavels en wat duurdere huizen, dat mensen daar nu op leeftijd zijn en die zoeken in de stad wat anders. En daar is het aanbod niet zo groot voor. Dus ik denk dat dat zeker kans heeft. Wij durven tot een bepaald moment te zeggen tot hier. Daarvoor nemen wij zeg maar, de garantie wel. Alleen wat daarboven ligt, dat moeten wij gezamenlijk gaan onderzoeken. En dat, nou ja, op het moment dat wij dat gaan onderzoeken, daar zullen kosten mee gemoeid zijn. En daar zullen wij zeg maar, gezamenlijk weer afspraken over moeten maken hoe we dat verder duidelijk maken. En daar zit het verschil tussen de biedingen tussen de vier en ook het verschil in risico voor de gemeente. Dat risico zou nu is inzichtelijk gemaakt door een bieding zeg maar, die concreet is gemaakt van oké, wij nemen het risico voor ons. Wij hebben als partner van de gemeente Almelo gezegd wij gaan een heel eind mee zeg maar, in het verhaal. Maar wij willen nu eerst duidelijkheid zeg maar, over het verhaal. Zeg maar. Gaan we slopen of gaan we naar hergebruik voordat we verder kosten gaan maken. En dat is de reden zeg maar, dat we gezegd hebben tot hier. En daarnaast hebben wij een garantie zeg maar, van een investeerder die zegt van nou, ik ben bereid daar om daar tussen de 34 en 40 woningen zeg maar, neer te gaan zetten. Als we het rondkrijgen qua bestemmingsplan en de gemeente gaat akkoord met het bord, dan is het heel snel te regelen. Ja. En dat zou ook heel goed zijn, want ik hoor een aantal partijen in de raad ook zeggen van het moet allemaal snel verlopen, want het gaat ons zoveel geld kosten, die leegstand. Maar als je dus rekening houdt met de rechtszaak die nu loopt om van dit gebouw een monumentenstatus te krijgen, dan is het wel goed om met de partij van hergebruik gebouwen in zee te gaan. Want die heeft dan een soort overeenstemming met die bezwaarmakers. En als het aankomt op sloop, dan zal die procederende groepering, Stichting Heemschut en Kuipersgenootschap, ja, die gaan door tot de Hoge Raad. Nou, we hebben voor deze kinderen van de basisschool een aantal opdrachten op verschillend gebied. We kunnen wat aan elektrotechniek doen, we kunnen solderen, we kunnen iets met de natte beroepen doen, iets van metselen, tegel zetten en timmeren. Dat hoort er dan ook bij. En waarom worden deze lessen gegeven? Om de leerlingen toch een beetje bekend te maken met het vak techniek. Er is een behoorlijke behoefte aan mensen die het vak goed verstaan. En ja, misschien dat we dan via deze ochtenden met de leerlingen toch een klein aanzetje kunnen geven tot het vak techniek. Wat zijn jullie aan het maken? Een armband. En van metaal? Ja. En hoe gaat dat? Dan heb je zo'n metaaltje en dan moet je de dingen erin staan. Wat is jouw naam? Kobe. En wat ben je hier aan het doen? Knikkenbaan bouwen. En wat leer je daarvan? Hoe het in elkaar zit en hoe je dan de knikker er vanaf doet. Vind je het leuk? Ja. Moeilijk? Sommige dingen zijn best lastig, maar moeilijk? Nee. En wat ben jij aan het maken? Een sleutelhanger. Vind je het moeilijk, makkelijk? Het is heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. En wat denk je wat je ervan leert? Om precies te werken. En wat kom je doen? Oh, een zeilwagen maken voor een techniekles.
Het is een bijzondere techniekles. Ja. En hoe ga je die opdracht maken? Met een paar dingen uit de doos en een handleiding. Even een handleiding. En lukt het een beetje? Ja. En wie geven deze technieklessen? Door mensen uit het vak. Oud-docenten, oud-bouwvakkers, mensen vanuit architectuur, aannemerij, diverse soorten, van alles wat. En waarom doen deze mensen dat? Nou, omdat die natuurlijk erg betrokken zijn met het vak techniek. Ja, die hebben daar hun leven lang eigenlijk in gewerkt. En zien dan dat er toch een verarming optreedt in de techniek. En ze wilden graag dus steun geven, helpen om dat vak toch op voldoende niveau te houden. Dit is leuker, hè? Even wachten. Even wachten. Zeg maar ja. Ja. Wij zijn de speelgoedkast. Wij hebben een heleboel speelgoed voor kinderen die eigenlijk onder het armoedepact vallen en die dus nooit echt mooie cadeautjes krijgen. En die mogen een paar keer per jaar mogen ze cadeautjes uitzoeken. En de kinderen die krijgen ze gratis, die mogen twee keer per jaar. Dan krijgen ze een groot cadeau en een klein cadeau. En altijd een boek, want we vinden boeken heel erg belangrijk voor kinderen. En ouders mogen voor een verjaardag en voor Sinterklaas ook een groot en een klein cadeau voor een kind uitzoeken. En daar komt ook altijd een boek bij. De mensen die hier komen, die dus uit mogen zoeken, die hebben ook allemaal een verwijsbrief. Ofwel van de voedselbank, ofwel van de boodschappenmand, of van Esra. En als mensen die nog niet hebben, dan verwijzen we ze naar het Almelo doet mee. Want er moet een inkomenscheck gedaan worden. En we proberen goed aan die criteria vast te houden. Wij krijgen ontzettend veel speelgoed gedoneerd. We hebben boven zalen vol. En dat zijn we allemaal aan het uitzoeken, want we zijn dus heel kritisch op het speelgoed. Niet omdat het moet heel en mooi zijn. Hè? Zo van, het moet goed speelgoed zijn. En dat is toch het uitgangspunt van ons. Dus we zijn nog heel veel aan het sorteren. En wat we ook erg graag willen, van als mensen zeggen, stichtingen weten die toch wat speelgoed kunnen gebruiken, laat ze het melden. Want is heel veel wat wij niet in het winkeltje willen hebben. Wat we erg weinig hebben is speelgoed, met name voor jongens van 8 tot 12 jaar. En daar is misschien niet zoveel speelgoed voor, want die zijn toch erg veel bezig met denk de laptopjes en de mobieltjes en weet ik veel wat. Dus, maar daar hebben we nog weinig voor. Dus als wij wat meer geld van de fondsen hebben, dan willen we toch gaan kijken of we voor die groep ook speelgoed kunnen aanschaffen. We gaan speed daten met elkaar. Zult u denken van hallo, dat hoeft helemaal niet meer. Maar het is gewoon heel goed. Panalytical. Panalytical maakt producten om materiaal te onderzoeken. Zodat wij de chemische samenstelling kennen, maar ook de structuur. Dus de fysische eigenschappen. En dat doen we door middel van X-ray. Door middel van X-ray. Nou, dat zijn behoorlijk ingewikkelde machines, hè? Ja, dat zijn hele complexe machines. Maar gelukkig voor de bediening maken we dat zo dat iedereen ze kan bedienen. Ja. Waar kunnen ze voor gebruikt worden? Nou, ze kunnen gebruikt worden voor, zoals ik zei, materiaalonderzoek. Dat kan zijn voedsel. Denk bijvoorbeeld aan een melkpoeder in China, waar we een aantal vergiftigingen zagen in het nieuws. Dat had, als dat goed geanalyseerd was, niet voorgekomen. Dus betekent dat voedsel gewoon veilig moet zijn. Dat een aantal elementen die erin zitten, zoals cadmium, dat die gewoon niet kunnen. Dat zijn onder andere toepassingen. Verder natuurlijk ook in staal. Kwaliteit van staalsoorten. Er zijn heel veel soorten. Eigenlijk is het heel breed. Vanaf medicijnen, staal, grondstoffen. Eigenlijk alles wat je om je heen ziet, of dat plastic zijn of materialen, is ooit een keer door X-ray gemeten. En dat is ook een van de toepassingen. Dat materiaal qua sterkte, zoals de rotoren in straalmotoren, dat die gewoon sterk zijn en dat die geen metaalmoeheid vertonen. En dat kunnen we met onze apparatuur kunnen we dat meten. Ja. Zowel een paperclip als een propeller. Ja. We
Wij werken wereldwijd, dat verandert een klein beetje, maar rond 1200 mensen. In Almelo ruim 400. Wij leveren over de hele wereld. 95% buiten Nederland en 5% binnen Nederland. En eigenlijk alle grote namen, of dat een Unilever is, of een Shell, of een BP, of een L'Oréal, daar leveren allemaal aan. Een hele brede groep. Nou, we hebben hier mensen over de eigenlijk hele wereld. De basis is natuurlijk wel de mensen hier uit Twente. Maar we hebben daar ook vrij veel mensen die uit China, Oost-Europa, Amerika, België, Duitsland, Rusland. Om zeg maar onze internationale karakter toon te zetten. En wat is nou de omzet, de jaarlijkse omzet? Ja, daar kan ik geen mededeling over doen. Maar we willen altijd meer. Hoe kijk je naar de confrontatie tegen PSV? Wij hebben hier thuis natuurlijk gewonnen van PSV. Ik denk dat in Eindhoven nog wel meespeelt. Voor ons is het natuurlijk een bevestiging dat we weten dat we kunnen winnen van PSV. Ik denk dat we dat gevoel mee moeten nemen naar Eindhoven. Dat we gewoon daar ons ding moeten doen en ons niet moeten laten afleiden door een groot stadion of topclub of kampioensploeg of wat dan ook. Wij kunnen gewoon heel goed voetballen, wij kunnen het iedereen moeilijk maken. En dat moeten we ook bij PSV gewoon weer gaan doen. Dan maken we een kans. Ja, ik denk dat we nu 2 weken achter elkaar tegen de 2 beste ploegen van Nederland voor het moment spelen. Dan weet je dat het zwaar wordt. Laat ons hopen dat we geleerd hebben van die thuiswedstrijd tegen AZ. En dat we iets kunnen meenemen naar PSV. Ook van de wedstrijd in Ajax, dat we daar iets van meenemen. Dat het toch op een heel goede, als ploeg zijnde manier kan. Daar moeten we het goede van onthouden. Ik denk wel dat wij een ploeg hebben die met het gevoel daar naartoe gaat van hey, we hebben eerder van ze gewonnen, dus het kan. Het is mogelijk. We moeten er wel keihard voor werken. Met elkaar alles doen. Ik bedoel, als je eerlijk bent, heeft PSV een betere ploeg dan wij hebben. Maar misschien zijn wij wel het betere team komend weekend. Daar moeten we alles aan doen. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Ja, ik hoop het ook. Maar een zakelijke 0-0 zoals bij Ajax behoort ook tot de mogelijkheden natuurlijk. Wat voor de neutrale toeschouwer minder mooi is, maar wat voor ons ook eventueel prima kan zijn. Ik wens jou enorm veel succes komend weekend in die toch ongetwijfeld moeilijke uitwedstrijd tegen PSV. Nou ja, dat zijn vooral mooie wedstrijden vind ik. En het is mooi om daar te spelen en daar moet je ook van genieten als voetballer denk ik. Als je een goed gevoel daar naartoe gaat en dan heb je meer kans om te winnen dan dat je daar met een zwaarmoedig hoofd naartoe gaat. Hey, succes. Nou weet je, jij bent de enige die nog in het podium staat. En dan, Onze nieuwe voorstelling is In de band van Elisabeth. Dat voeren we uit op 9, 10 en 11 juni 2016. Hier in Hof 88, waar we nu ook zijn. Vroeger was hier het Sint-Elisabeth ziekenhuis. En dat gegeven hebben we gebruikt. Die heilige, dat is 1 gegeven wat we hebben gebruikt in de voorstelling. En het 2e gegeven, dat is ook echt historisch gebeurd in Almelo. Dat is de ter dood veroordeling van Gerrit-Jan Pieperiet. En Gerrit-Jan Pieperiet had een timmerman vermoord, iemand uit Delden. Hij is ook echt opgehangen uiteindelijk, ter dood veroordeeld. Zijn laatste woorden waren, ik ben onschuldig. Dat feit hebben we ook opgepakt. De geest van Gerrit-Jan Pieperiet waart nog rond hier op de Elisabethof, wat nu Hof 88 is. En hij is verbitterd, want hij is ter dood veroordeeld terwijl hij het niet heeft gedaan, zegt hij. Zijn geest is zo sterk dat hij ook andere figuren vasthoudt hier, ook geesten. Dus die vinden geen rust. Die willen naar het licht, maar het lukt niet. Gerrit-Jan is verbitterd. Wat is er aan de hand? En op enig moment komt er een spokenjager. Van Ensink is dat. En die wil die spoken wegjagen. En zo'n beetje gelijktijdig komt er ook een meisje ten tonele. Een meisje van 15 jaar. Pien heet ze. Voor die rol hebben we nu de audities. Maar Pien Pieperiet, want dat is ook haar achternaam, Pieperiet. Dat is uiteindelijk een verre, verre nazaat van Gerrit-Jan. Die is de sleutel tot alles. En vandaag hebben we dus de audities voor die rol, die sleutelrol van die Pien Pieperiet. We hebben uiteindelijk 14 meisjes op auditie.
komen uit heel Twente, dus Almelo, Enschede, ja, noem maar op. Tussen de 11 en de 17 jaar. En ze zingen eerst twee liedjes. Eén zelfgekozen liedje en een liedje wat in de voorstelling zit. En de meisjes die dan dat het best gedaan hebben, die doen daarna ook nog een spelauditie. Je kon je aanmelden. We hadden ongeveer 25 meisjes uiteindelijk die zeiden van ik wil wel een auditiepakket hebben. En in dat auditiepakket stond helemaal ja, iets over het verhaal. Maar natuurlijk ook wat ze moesten zingen. We hadden bijvoorbeeld twee banden met muziek. Ze kreeg de tekst voor de scène die ze speelt. Dus ze konden zich ja, optimaal voorbereiden. Dat nieuwe pand, het laatste wat gebouwd is weer. Dan ga je helemaal zo rond. En dit is dus die Willemsgang naar de bodem. Dan ga je hier nog de oranje, Schelderhooi nog even door. Dan zit hier zo dat Hubertus gasthuis. En dan ga je nog iets verder, heb je dat rondje daar. Zit hier het Hovenpad. Op die hoek zit de Café de Klok. En dan moet je, het is zo'n rondje, dan heb je hier de Westerkerkengang tegenover. Hier zit de synagoge zo tussen. Dan loopt de Schelderhooi hier door. Hier staat de Wilhelminaschool. En dan is hier de hoek waar de Bakenstraat uitkomt, staat hier Café de Klok. We staan hier in de... Grote straat, of vroegere Grote straat, het heet nu geloof ik City Promenade. Dit was vroeger de ingang van het Schelderhooi. Ja, dat klopt. Dit was de ingang van het Schelderhooi. En dan had je aan de linkerkant had je dat grote pand van Apollo, de parfumerie. Ja, dat herken ik. Ja, en daar waren nog haar hoge gebouwen, ja. Zo'n beetje dat eerste hele stuk. Want daarnaast stonden ook hoge gebouwen. Er waren kleine huisjes, maar ja. Waren een beetje hoog. Ja. Tot aan het eind, dan liep Schelderhooi weer iets wijder. Dan kregen huisjes met tuintjes eraan. Ja. En aan de rechterkant was ook een winkel, een bekende herenmodezaak. Daar zat Ipma. Mijn broer was een modezaak. Het was een hele een betere modezaak, was dat eigenlijk. Klopt, ja. En dan ging je, dat was een heel smal straatje. Het is nu breder geworden, maar het was een heel smal straatje vroeger, waar je in ging. En dan mocht je ook niet fietsen. Dan mocht je er stond zo'n bord altijd, maar dat deden ze toch. Dus maar. Nou, dan gaan we nu het straatje even in. Ja. Heet het nu ook Schelderhooi? Het heet nog Schelderhooi. Okay, je moet hier wel bij de straat ook wel hebben, maar in het begin, of niet? Ja, daar zat hij op officieel ook niet. Hij zat haar officieel. Er zat hier in het eerste pand ook geen schilder of zo, schildersbedrijfje of zo enzovoort, hè? Ja. Dan mis je daar verderop? Ja, dat was dus dat pand. Dus dit was het huis waar het opnieuw opgebouwd is en dit is toen onthuld. Het is helemaal afgebroken. En Voskamp is dus, heeft dat heel, heel mooi gedaan. Hij heeft dus een klein beetje gelijkend erin verwerkt dat een klein beetje lijkt op dingen wat in het oude pand staat. Zoals die raamkozijn in Jukensteel. Dat oude wou hij gebruiken, maar dat was te veel vermolmd. Heeft hij dus er nieuw van gemaakt. Dit was vroeger ook zo met die ramen. Ja, alleen hij zat dan lager. Ja, en zat dat lager, pand was een laag pand. Dat was niet zo hoog. Ze hebben het in de hoogte gebouwd. Anders kon dat niet met woonhuizen. Ja. Ze hebben die steentjes boven die deuren hebben ze ook weer ongeveer het model gemaakt zoals het oude model was. En die deuren van die garage zat in het oude pand. Zaten ook van die lage deuren in. Ja, dus je moet toch een beetje weer aangepast. Een beetje aangepast. Alleen heel vroeger waren het nog anders. Het was nog weer dus, anders, maar zelfs de dakkapellen kun je zien, die hebben ze vergeleken met de dakkapellen van vroegere Ipma. Dat is ook jugendstil. Ja. Dat is ook heel oud. Is hetzelfde, ja. Heel mooi nagemaakt. Heel mooi. Hier zat het etalageraam, zoals met de laatste huis.
Met de plank. En daarboven ook? Ja, hier ongeveer huisjes met tuintjes. Daar woonde Temmink en Struik en daar heeft Van Gelder gewoond. Ja. Dit waren allemaal huizen, zeg maar? Ja, hier was een heel klein zo'n tuintje. Daar zat naast Smit en naast Zuidemaar. Mm-hmm. Er was vroeger Stappenbelt. En dan kreeg je de Melbourne Navers. Navers, ja. Dan krijg je weer een pand verder. Ja. En weer ongeveer, schat maar wat. Dat zou er niet geweest zijn, denk ik. Ja, mijn Navers had een winkel bij jou. Oh ja, ja, ja. Ja. Winkeltje, ja, ja. En dan kreeg je het pand van Budding. Budding? Later Luttekeus en Averink heeft daar gewoond. Nou, dat is weer een smal huisje. En dan kreeg je ons huisje, waar wij gewoond hebben. Waar jullie gewoond hebben. Dus hier ongeveer hebben wij gewoond. Hebben jullie gewoond. En voor ons woonde dus de eerste geheime zender van Almelo, ja? Kees Donkervoort. Oh ja, een bekende. Die heeft dus hier gewoond. Oh, die heeft hier later gewoond. Hebben wij daar gewoond. En daar hebben jullie daar gewoond. Maar je had het net over Navers. Ja. Die melkboer, die liep vroeger overal met zo'n wagen met melk. Ja. En had hij daar een grote hond, had hij er altijd onder. Klopt dat? Ja, met zo'n hondenkar. Maar daar weet ik nog van vroeger. Die ging ook altijd over het Sluitersveld. Ja, ja. Met die kar, met die hond eronder. Ja, dat was echt een. Dat was een echte melkboer. Echte melkboer, ja. Maar vind je dat geen belediging? Dat net waar jullie gewoond hebben, nou zo'n vuilnisbak staat. Ja, dat is eigenlijk, Dat is wel een belediging. Ja. Nou, en hier staan we bij winkeltje van Borink, zeg maar. Was dat een bekende figuur in Almelo of zo? Ja, Borink was wel echt heel belangrijk. Een bekendste winkeltje van Schalroer. Ja. Daar verkocht sigaretten en sigaren en alles. Maar je kon er ook snoep krijgen en alles. Ja. Het was een echte, en dan had je dus Bettes, de zoon, die stond altijd in dat winkeltje. Ja. Dat was een gehandicapte jongen, maar Bettes was echt een bekende... Ja, jij zegt net over een gehandicapte, maar stond hij ook niet vroeger altijd bij de ingang van Schalderoor? Ja, hij stond altijd in de ingang. Bij de ingang, ja. En ja, toen nog zo'n wagentje met die houten dingen, dan deed hij zo en precies. Kon hij vooruit gaan. Ja, dat weet ik nog. Hij had van die houten steunen en dan noemen ze hem de krul. Oh, de krul noemen ze hem, ik hoor. Ik denk misschien het haar dat die... Heel bekende figuur was dat ook, hè? Ja, die stond altijd in dat winkeltje. Hier de Willemsgang. Naast het huis van Borink. Dus dat bordje, dat is aardig goed. We staan hier ongeveer voor de woning van Willemsgang 2. Daar woonde heel vroeger de familie Zwartekort. Dat was een kruidenierwinkeltje. En daarna woonde de familie Balk. En dan gingen de mensen heel veel gasmuntjes komen. Daarnaast woonde mijn oma. Die is dus in het huis gekomen van de familie Kobus. Ik ben er wel geboren en later woonde ik hier naast Borink. Want Borink zat hier. En daarnaast heb ik gewoond. Jaren. Maar bij mijn oma's huis, daar hebben wij de bruiloft gehouden. In een hele erg lange gang. En daarnaast woonde Horte Borink, de zoon van Borink. En dan had hij daarnaast zijn pakhuis. Waar je dus konijnenvellen heen kon brengen en eikels en bramenbladen waar ze thee van maakten. En dan kwam er nog een klein huisje waar heel vroeg mijn oma ook gewoond heeft. En dan ging je de hoek om. Maar wij staan hier dus in feite in het Schalderooi, zeg maar. Ja, je staat in het Schalderooi. Ja. Dus dit hier, hier stonden ook allemaal nog woningen. Ja, hier stonden allemaal woningen. Ja, alleen overkant op het plein daar, dus daar waren geen woningen. Ja, heel vroeger wel. Ja? Heel oude, die waren afgebroken. Er heeft een schuilkelder gestaan, vroeger nog in de oorlog. En later stonden garages. Daar hebben de garages staan. Oh, ja. En Borink die heeft daarvoor ook nog allemaal auto's had staan. Dus ja. We gaan nu deze kant op. Ja? Hier gaan we rechtsaf dus. Ja? Dan kun je ongeveer zien hoe het vroeger was. Want het is heel moeilijk aan te geven. Ja. Zo, want wij kunnen natuurlijk niet zo meten. Nee, maar het is moeilijk aan te geven. Maar dan kunnen we ongeveer zien waar het huis van mijn oma stond in de Willemsgang. Daar stond een perenboom achter het huis. Ja? Dat was naast de buren van mijn oma dus. En dat was Willemsgang nummer 2. Ja. Daar zat een lange tuin achter. En dat was de perenboom die stond in die tuin. Die kun je van hieruit kun je die boom zo zien staan daar. Kijk, je ziet hem daar staan. Oh, en dat was dus de tuin van Willemsgang nummer 2. Dat was een behoorlijke lange tuin. Ja. En als je dan naar dat huis ging, ga je dan hier iets terug. En dan moet hier achter dat huis dus gestaan hebben. Van nummer 2. En mijn oma die heeft dus dat huis daarnaast de tuin gehad. Oh, dus die woonde daar, zeg maar. Die woonde iets verder, daar, hiernaast. Ja, daar woonde dus mijn oma en dat was Willemsgang 4. Dus dat liep hier zo langs. En dan ging je dus hier rechtuit, als het goed alweer, iets verder naar achteren. Die huizen stonden daar. Ja. Iets daar. En dan ging je rechtuit met de bocht weer naar links. Ja. En dan weer naar rechts af en dan kwam je tegenover de Noorderstraat uit. Tegenover bij café Geert Leur. Ja.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.